Vandaag in Kijk op de Rivierenwijk, terug van vakantie en de ontwikkelingen in de wijk. Kijk op de Rivierenwijk is terug van vakantie. Iedere donderdag zijn wij weer met nieuws, activiteiten en nog veel meer uit en over de Rivierenwijk. Wij zijn erg benieuwd naar uw zomer en gingen het vragen op het Deltaplein. Heeft u nog iets leuks gedaan deze zomer? Oh, je hele zomer op de camping. Dus lekker weer. En waar gaat u dan naartoe? Steenwijkerwold. Ja. Heeft u daar wel een beetje goed weer gehad? Ja, we hebben heel mooi weer gehad. Lang niet zoveel regens hier overal, dus nee, prachtig. Wat heeft u afgelopen zomer gedaan? Wachten tot het droog werd. Was nodig, hè? Ja, zeker. Het was een zomer van niks. Helemaal niks. Hoe heeft hij de tijd nog opgevuld? Oh, ik heb altijd wel wat te doen. Lezen en met de planten bezig wezen, door tussen de buien door. Maar echt weggaan, dat heeft u niet gedaan? Nee, alleen als het droog was gingen we fietsen, maar voor de rest niks. Ik ben op vakantie geweest naar Turkije. Best naar een groot stad, maar niet heel groot eigenlijk. En hoe lang ben je geweest? Het voor 2 weken. Nou, ik heb deze zomer alleen gewerkt, geen vakantie. Helemaal geen vakantie? Geen vakantie, helaas. Nou, ik vond het wel een redelijke zomer. Ja, mijn vakantie was in ieder geval hartstikke mooi. Ik ben naar Duitsland geweest, naar Oost-Duitsland. Dat was hartstikke mooi. Nou heb ik 4 dagen prachtig weer gehad. Ik ben 5 dagen op vakantie geweest. Ja. En hier in Nederland was het weer niet zo goed? Nee, het was toen hartstikke goed. Ik heb daar in de korte broek gelopen. Nee, ik heb niks gedaan. Nee. Lekker thuis zitten, verder niet. Maar u heeft verder geen vakantie gehad? Nee. Hoef ook niet meer, hè. Ik heb wel een dagvakantie. Het nieuwe seizoen van Kijk op de Rivierenwijk is dus begonnen. Ook dit seizoen houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen in de sloop en nieuwbouw. Dit najaar staat er veel op de planning. Dick Metselaar, manager sociaal programma Rivierenwijk bij Rentree, geeft een toelichting. We hebben als Rentree nu een volgende stap gezet. Dat wil zeggen dat we hebben al heel lang geleden plannen gemaakt om de wijk op te knappen, op de schop te nemen. En nu ziet het eruit dat dat eindelijk gaat gebeuren. En dat heeft veel te maken met de Amstellaan. Daarover is nu duidelijk hoe dat eruit gaat zien. En Rentree is nu zover dat ze ook met het woningprogramma, met sloopnieuwbouw en met nieuwe plannen de volgende stappen kan zetten. De plannen voor de Amstellaan worden momenteel verder ontwikkeld. Veel papierwerk om daarbij kijken. Zo moeten er bestemmingsplannen gewijzigd worden. Daardoor duurt het nog even voordat de eerste schop in de grond wordt gezet. Dit geldt ook voor de nieuwe woningen. Rentree wil gaan starten op de locatie van de Delta School met het bouwen van nieuwe woningen. Vanuit daar wordt er verder richting de Maastraat en Binnenstad gewerkt. De plannen zijn nog in ontwikkeling en worden op 22 september toegelicht tijdens de inloopmarkt in de Venen. Volgens Dick Metselaar gaat er zeker begin 2013 gestart worden met bouwen. Het lijkt ver weg, maar de tijd gaat snel. En we hebben die tijd ook nodig om alle plannen door alle procedures heen te krijgen. Het is al bekend wat er precies gaat komen. U noemde net de hoogbouw, laagbouw, maar echt hoe het eruit komt te zien? Hoe het eruit komt te zien nog niet, dat willen we ook met bewoners gaan bespreken. We hebben wel al architectenbureaus opdracht gegeven om erover na te denken. Dat willen we ook op de 22e september presenteren. Maar dat zullen eerder globale schetsen zijn dan dat het hele uitgewerkte plannen zijn. Omdat we de bewoners en de omwonenden, belangstellenden, willen betrekken bij die ontwikkeling. Er is veel hoogbouw gesloopt, is al weg aan de Maastraat. Komt er dan ook hoogbouw voor terug of kunnen dat ook eensgezinswoningen worden? De bedoeling is dat voornamelijk eensgezinswoningen gebouwd gaan worden. Dus er zullen ook wel wat appartementen komen. Ik denk met name ouderen geven dat ook aan, dat ze graag op een gelijkvloerse woning willen wonen. Maar de hoofdzaak zal zijn eensgezinswoningen, want daar is toch de meeste vraag naar. Okay. Krijg je dan niet straks het probleem dat je te weinig woningen in de wijk hebt, omdat een voorheen meer was? Nou, de grap is dat we ongeveer 500 woningen in totaal zullen slopen. Hè, ongeveer, dus iets meer of iets minder. En dat we ook datzelfde aantal terug gaan bouwen.
Dus ik durf me niet helemaal aan percentages te wagen. Maar ik denk dat globaal 3/4 minstens van alle woningen zal een gezinswoning worden. Opgemerkt is dat er vanuit de bewoners veel verschillende wensen, verwachtingen en vragen zijn. Daarom is er op de inloopmarkt ruimte voor veel verschillende thema's. Per tafel wordt één thema besproken. Bewoners kunnen aanschuiven waar zij willen, voor informatie en met vragen. Adviseurs, architecten, medewerkers van Rentree en de gemeente staan klaar om antwoord te geven. Over hoe laat de avond start hoort u in een andere aflevering meer. Tot volgende week.